Vanmorgen vroeg, rond 9:50, kwam bij ons de melding binnen dat er hier op het bedrijf hier achter mij, aan de Schotenweg in Haarlem, een gewapende overval zou plaatsvinden. De collega's werden direct aangestuurd en waren heel snel ter plaatse en hebben één verdachte kunnen overmeesteren en aanhouden. Het slachtoffer raakte gelukkig niet gewond en de overvaller kon niet wegkomen met buit door de snelle overmeestering van deze verdachte. Nou, het onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van een tweede verdachte. En deze tweede verdachte die zou dan op een zwarte motorscooter zijn weggereden. Rijrichting is onbekend. Maar wij zijn natuurlijk op zoek naar mensen die mogelijk informatie hebben. Die iets gezien hebben of over die verdachte op die zwarte motorscooter. Of mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben hier in de omgeving van de Schoterweg vanmorgen tussen 10:00 en 10:30. Heeft u iets gezien? Meld dat dan alsjeblieft bij ons. Dat kan natuurlijk via 0900 8844, maar het kan natuurlijk ook via meld misdaad anoniem 0800 7000. Het kan zijn dat u over de Schoterweg bent gereden en dat u in bezit bent van dashcam. Mocht u dashcambeelden hebben, laat het ons dan alsjeblieft even weten. U kunt zich dan melden bij de recherche in Haarlem via 0900 8844.